met de twee panelen. Dit is het rugpandje. Dit is het voorpandje. Het voorpand is dus een stuk breder. Hier is het achterpand. Die is weer een stuk smaller. Tot hier. En dat is het voorpand. Hierdoor krijg je straks een mooie waterval. De rugpaneel heb ik dezelfde aantal rijen gemaakt als het voorpandje. Alleen de laatste rij niet, omdat we daarmee de twee toeren samen gaan haken. Ik heb deze toch gemaakt met halve stokjes in plaats van stokjes, omdat het garen hiermee mooier doorkomt. Wat gaan we doen? De laatste toer is de goede kant. Ik kijk hier dus tegen de verkeerde kant van de laatste toer aan, dus de verkeerde kant van het werk. Wat gaan we doen? We gaan als volgt. We gaan dit stuk hier daaraan vastmaken en dat doen we aan de andere kant ook. Ik heb hem al neergelegd. Dit is het voorpandje en nu heb ik de goede kant voor me. En die wijs je naar je toe. Dan pak je het rugpandje en dan maak je de losse en draai je de werk om. Alleen nu gaan wij niet een volledige toer haken zoals je voorheen hebt gedaan, maar we gaan met de laatste toer de twee delen aan elkaar haken. Ik heb mijn losse al gemaakt, dus ik draai mijn werk om. Eerst ga je meten hoe breed jij je schoudernaden wil hebben. Bijvoorbeeld 10 steken voor de schoudernaad markeer je dan ook voor je naden aan de voorkant. Zorg ervoor dat de schoudernaden niet te breed worden, want je moet een mooie waterval krijgen. Ik ga ongeveer 14 steken pakken voor de schoudernaden, dus we gaan beginnen. Ik heb de eerste losse dus al gemaakt en dan ga ik gelijk beginnen met het halve stokje onder de twee lussen door. Dat is de eerste steek. Nu gaan we de twee delen aan elkaar hechten direct bij de eerste steek al. Dus ik haal mijn draad een beetje op, haal mijn naald eruit en dan ga ik op zoek naar mijn eerste steek van het voorpandje. Ga je van de voorkant door naar de achterkant onder twee lussen door. Dus hier steek je hem door, je haaknaald. Dus onder twee lussen door. Dan pak je de lus weer op en die haal je door de lus heen. Nu zit de eerste steek rugpand verbonden aan de eerste steek achterpand. Nu ga je doorhaken in de achterste lussen, alleen in de achterste lussen zoals je al de hele tijd hebt gedaan hebt. En daar maak je eerst een stokje of je halve stokje. Dat is nummer 2. Dan haal je de lus op en dan zoek je de tweede steek op. Daar steek je de haaknaald weer van voor naar achter door. Onder een enkele lus, dus de achterste lus idem. Steek je de draad weer om de naald en haal je de lus door de achterste lus van je voorpand. Nu heb je de tweede vastgemaakt. Dan gaan we door naar de volgende. Weer door de achterste lus heen en maak je stokje of je halve stokje. Draad ophalen, derde steek opzoeken, weer door de achterste lus. Draad op de naald en die draad doorhalen. Nou, op deze manier ga je dus door. Ik heb dan voor mezelf besloten om 14 steken te doen. Ik ga dus die 14 steken aan elkaar maken op deze manier. Nu zie je dat ik dit eerste stuk klaar heb, dus de 14 halve stokjes waarmee ik de voorpand met achterpand samen heb gehaakt. En nu ga je eigenlijk het gedeelte van de nek verder haken zoals je al die alle tijd hebt gedaan. Dus alleen in de achterste lus haken. Of je nou een stokje of een half stokje gebruikt, dat maakt niet uit. Haak door in mijn geval tot en met de 15e steek. Daar stop je. En dan gaan we de andere schoudernaad ook vastmaken. En dan gaan we hier ook de 14e steek opzoeken en verder. Voor nu halve stokjes of stokjes in de achterste lus. En zo krijg je dit randje ook mooi afgewerkt. Tot en met de 15e steek, in mijn geval dan, ligt even aan hoeveel steken jij hebt. Zo, ik heb mijn steken gemaakt.
tot en met mijn 15e steek en ik heb nu nog 14 steken te gaan. Nu gaan we deze steken vastmaken aan het achterpand. Ik ga dus tellen vanaf de eerste steek hier 14 steken terug. 10, 11, 12, 13, 14. Daar is mijn 14e steek. Wat ik ga doen, ik ga als eerste een half stokje in de achterste lus maken van het rugbandje. Hier haal ik de lus op en dan pak ik dus 14e steek die ik net gevonden heb. En daar maak ik het stokje mee af. En nu ga ik door zoals ik in het begin ook gedaan heb. Dus stokje in de achterste lus van het rugbandje. Draad ophalen, naald eruit, naar de volgende steek, in de achterste lus, draad op de naald en draad doorhalen. Zo ga je door tot je alle steken hebt gehad. En op deze manier steek je de haak je eigenlijk twee delen aan elkaar op dezelfde manier zoals alle steken die je al gebruikt hebt door het hele patroon heen. Doe het rustig aan, zorg ervoor dat de steken gelijke tensie hebben, dus de ene steek niet strakker maken dan de ander. Zo krijg je een net geheel. Hier laat ik je zien hoe ik hem af heb gemaakt. Voorpand, achterpand. Je ziet dat dit een mooi watervalletje is. Dat is het gedeelte wat groter is geworden. Dat is dus het voorpand. Zo krijg je dus een mooi lekker luchtig effect van de cozy sweater. En dat maakt het mooi. Het garen maakt ook het verschil, moet ik zeggen hoor. Dus echt het garen wat je gebruikt. Beslist uiteindelijk de stijl wat je wilt. Goed, ik heb hier dus het onderkantje van de vest, dus van de trui. Dit is die losse die we gehaakt hebben en aangetrokken hebben. Die is zo strak aangetrokken. Kijk, die steek gaat nergens meer heen. Daarom maak ik altijd eerst die losse, trek ik aan. Dan weet je zeker dat het niet meer loslaat. Nu, het nieuwe garen met het oude garen. Het nieuwe draadje leg je onder door, dus het oude draadje over je nieuwe draad heen. En die haal je achterlangs. Zo. Probeer een beetje richting je knoop te werken. Hou het vast en nou leg je het linker draadje over het rechter draadje heen. En nu ga je met dat draadje van achter terug naar voren door het gaatje heen. Op deze manier. Zo. En nu heb je een vorm van een 8, oftewel een platte knoop. Trek die goed aan en die gaat nergens meer heen. Dat zit muurvast. Echt muurvast. Als je hem nu uit wil halen, zul je een schaar moeten gebruiken. Nu gaan we in diezelfde steek, pakken we draad op en haal je hem op. Leg je die twee losse draadjes links. Dan liggen ze gelijk mee in je werk. En haak je één losse. Trek hem een beetje aan. Dan zit hij helemaal vast. Nou kan hij echt nergens meer heen. Nu ga ik op dezelfde plek een half stokje maken. Als jij het werk hebt gemaakt met stokjes, moet je hier een stokje maken. Spreek voor zich. Trek een beetje aan, zodat het knoopje mooi naar binnen gaat. Daar voel je straks niks meer van. Nu ga je in elke toer die je tegenkomt een mooie plek vinden waar je haaknaald in kan steken. Dus hier is één losse draad, steek hem daar niet in. Hier is een mooi plekje waar je twee draden hebt, waar je je haaknaald onderdoor kan steken. Maak daar je volgende stokje of je halve stokje. Hierdoor krijg je een betere strakheid in je werk. Als je hem onder een losse draad door gaat haken, dan kan het zijn dat het werk gaten gaat creëren. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Hier heb ik een toer gehad, hier is mijn volgende toer. Zoek je weer een mooi plekje op waar je twee draadjes hebt. Soms is het niet zo makkelijk om te doen. Neem je tijd hierin. Als je het niet kan vinden, als je goed kijkt in het werk, zie je overal veetjes. Ik zal het laten zien. Kijk, als je werk draait, zie je hier ook een veetje. Nou, als je daar je haaknaald insteekt, bij elke toer dat je een veetje tegenkomt, de ene kant zit die voor en de andere toer zit die achter. Dan weet je zeker dat je altijd een egaal aantal steken hebt. Dan hoef je eigenlijk niet eens meer te tellen. Hier is mijn volgende. Dus die zit aan de achterkant. Hier is mijn volgende, die zit aan de voorkant. Op deze manier krijg je altijd een gelijk aantal steken aan het linker naadje of aan het rechter naadje. Zo hoef je niet te kijken.
Dus kijk waar je die veetjes ziet en steek daar je haaknaald in en maak daar je stokje of je halve stokje. Herhaal dit tot aan de schoudernaad. En dan gaan we de steken optellen voor de armsgaten. En dan gaan we een stukje verder haken en dan gaan we ze samen haken. Goed, ik heb hier dus alle steken gemaakt. Ik ben aangekomen bij de schoudernaad. Dit is precies bij de schoudernaad. Daar heb ik er precies één in geplaatst. Ik ga nu de steken tellen die ik nodig heb voor mijn armsgat te creëren. Bijvoorbeeld, als ik hier wil eindigen, dan moet ik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 steken. Dus 14 steken, want deze zit precies in de schoudernaad. Dan ga ik 14 stokjes haken. Dus in mijn geval dan halve stokjes. Dat is nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ik ga precies in de veetjes en ik laat mijn draad langs mijn werk afgaan. Zodat daardoor hoef ik dat niet meer laten weg te stoppen. Dus nummer 3. Zo. Ik heb nu de 14 steken gemaakt. Ik ga nog even tellen. Hier. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hier is mijn 14e steek. Als het voor jullie handig is, plaats er gewoon een stekenmarker. Hè. Kijk, ik doe het gewoon zo. Als het voor jou makkelijker is, dan plaats je stekenmarker. Ik doe nu voor- en achterkantje samen. Op deze manier. Hier zijn 14 steken voorkant en hier zijn 14 steken rugkant. En nu ga ik voor en achter aan elkaar vastmaken. Je ziet dat deze lijn hier met die veetjes precies doorloopt met de veetjes aan de andere kant. En dat is wat je wil hebben. Zo weet je direct dat je goed zit. Nu ga ik verder met een stokje haken in de volgende steek. Dat is hier. Dan hier is die, draadje ophalen. En dan kijk je naar die 15e steek dus, hè, want die 14e heb je al gehad. Hier is de 15e. Steek je draad naald onder twee lussen door. Draad op de naald en dan haal je de haaknaald door. Dus de eerste steek is vast. Ga je naar de volgende, hier. Maak je eerst je stokje of je halve stokje. Draad ophalen. Sorry. En dan ga je door naar de tweede steek van het andere pandje. Die is hier. Ook weer van voor naar achter door. Onder twee lussen door. Pak je draad weer op de naald. En haal je de naald door. Even ingezoomd. Kan ik je nog een keer laten zien. Hier maak ik mijn volgende halve stokje. Kan ook zijn dat jij een stokje hebt. Moet je zelf bepalen. Hier is mijn volgende toer. Dan ga ik hem maken. Steek mijn naald, haaknaald door, onder twee lussen door. Kijk hier, twee lussen. Draad op de naald, een beetje aantrekken en je draad doorhalen. Nou, zo ga je door tot je onderaan bent. En dan kun je draad afhechten en dan kun je het met de andere pand hetzelfde doen. Dit is alles wat je moet doen tot nu toe. Dit zal een mouwloze worden. Ik ga zo direct jullie laten zien hoe het moet met mouwen maken. Het gebeurt ook op deze manier. Alleen ik laat jullie dadelijk zien hoe je de mouwen aanzet. En hoe jullie die ook in kunnen haken zonder naald en draad. Dus alleen met een haaknaald. Dus niet met een naainaald. Ik ben best wel benieuwd naar jullie creaties. Dus laat het jullie zien alsjeblieft op de Facebookpagina. De linken en informatie staan allemaal in de informatiebox hieronder. Alsjeblieft laat me weten wat je gemaakt hebt, welk garen je gebruikt hebt, hoe die er uiteindelijk uit is komen te zien. Want ik ben echt nieuwsgierig naar jullie creaties. Ik ga dit afmaken en dan gaan we beginnen met de mouwen.